dat jullie weer kijken naar Kasseion. Vandaag gaan we het product tegen liefdesverdriet testen. Gelukkig heeft niemand van ons testpanel hier last van. Toch gaan we kijken welke chocola als beste uit de test komt. Bij de testuitslagen. Als laatste eindigt de chocola van de Euroshopper. Deze krijgt een gemiddeld cijfer van een 5,6. De smaak is niet ideaal, is zelfs een beetje te flauw. Op een gedeelde derde plek eindigt met een 6,8 de chocola van de FOMAR, de Albert Heijn en de Lidl. Over het algemeen is de chocola best lekker, maar niet bijzonder. Op nummer 2 eindigt met een 7,3 de chocola van Verkade. De smaak is goed en sterk. En veel testpersonen vinden de blokjes mooi en glad. En dan nu de nummer 1, de Milka en wel met een 9,1. Iedereen vindt dit de perfecte chocola. De smaak is precies goed. Lekker zoet en romig. Leuk dat jullie weer gekeken hebben naar deze aflevering van Kasseion. Gelukkig is er nog wat chocola over.